City marketing is niet alleen een taak van de gemeente. Integendeel, het moet vanuit de Nijmegenaren en vooral de ondernemers komen. Dat is de meest gehoorde conclusie tijdens het debat over city marketing in Lux. Dat Summer Capital een goede toevoeging is voor de Nijmeegse city branding werd algemeen gedragen. Of daarop gefocust moet worden, riep aanzienlijk meer verdeeldheid op. Wethouder Ben van Hees gaf aan dat de gemeente niet alleen kan. Burgers, bedrijven, onderwijzers kunnen allemaal bijdragen aan de marketing van de stad Nijmegen, aldus de wethouder. We gaan het hebben over city marketing. Ik wil heel graag het woord geven aan onze wethouder Ben van Hees. De stad is niet van de gemeente. Nijmegen is van de Nijmegenaren en dat geldt ook voor city marketing. Ofwel het vermarkten van de stad. Summer Capital is daarvan een mooi bewijs. Dit initiatief van buiten de gemeente, weliswaar grotendeels gefinancierd door de gemeente. Met een bescheiden budget en veel enthousiasme is een heel mooi resultaat geleverd. We dragen de trots op onze stad uit, met z'n allen. En dat gebeurt nu nog op een heel veel manieren en met weinig focus. Daar zullen we het vanavond over hebben. Maar voor het bijzondere jaar 2016 is daar zelfs bewust van gekozen. Met de slogan, wij zijn Nijmegen. Wij zijn Nijmegen is de vlag waaronder heel wat activiteiten en jubilea dit jaar naar buiten zijn getreden. Met als doel, dat was het doel, mensen verbinden en de veelzijdigheid van Nijmegen uitdragen. Een heel andere doelstelling en doelgroep dan Summer Capital, waardoor beide campagnes heel goed naast elkaar komen bestaan. Waar wij heel krachtig in zijn in Nijmegen is het vertellen van het verhaal. De combi van de universiteit en HAN met ondernemerschap leidt tot geweldige innovaties waar we trots op kunnen zijn. We hebben een heel aantrekkelijk centrum en de acquisitie daarop kan ook gevoed worden door de ondernemers. Dat is natuurlijk toch wel een spel waar je met de gemeente moet zetten. De ondernemers hebben natuurlijk toch een inhoud waardoor ambtenaren, de samenwerking met de ambtenaren, de acquisitie omhoog kan heffen. En niet alleen bij het gemeentehuis legt. Omdat ondernemers denken een anders denken is als ambtenaren denken. We hebben elkaar nodig en zorg dat je daar beleid op maakt. Dan worden wij één. Weer een goede stap. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.